Shane Kluiver tegen Ryan Bonida. Het is eindelijk zover. Het voelt aan als een soort van Champions League finale. De eerste challenge is heel makkelijk. Je krijgt allebei 3 pogingen om Tuzani te raken. Hoe leuk is dat? Super leuk. Je hoeft niet te wachten, je ging zomaar wachten. Ik heb je geflasht. Oké, stop. De eerste challenge is gewonnen door Shane. Hoe voel je? Heel goed. Maar je bent nog lang niet klaar. Nee. Nog lang niet. Ik ga nog niks zeggen, want het kan van alles gebeuren. Jij gaat wel wat zeggen. Ja, ik moet mijn best doen. Ik moet wakker worden. Ja. Was je aan het slapen dan? Ja. Was je aan het dromen? Ja. Wat was je aan het dromen? Aan het dromen dat ik Sofiantje uit die overboord heb geschoten. Jij bent best slim. Je gebruikt vaak je hoofd. Maar kan je ook goed koppen? Ja, nou. Dat is de volgende challenge. Jullie krijgen allebei 3 pogingen om te koppen. En degene die het meeste scoort, heeft gewonnen. Ben je ready? Ja, ik ben ready. Je moet ready zijn. Ja, eigenlijk wel. Ik ben trouwens de beste keeper van de hele wereld. Je horloge om? Nee. Weet je hoe laat het is? Het is tijd om te winnen. Oké, golden goal. Als je nu scoort, is het klaar. Oké. Ja? Oké, doe maar! Ja! 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 Ik heb jou geflasht eigenlijk, want jij ging langs die kant omdat dat makkelijker was voor mij. Maar ik zei, nou papa, je moet andere kant. Maar papa, weet je wat ik je wil vertellen? Jij hebt mij niet geflasht. Jij hebt jezelf niet geflasht. Maar hij heeft zichzelf geflasht. Kijk hoe makkelijk een bal op. Hoe moet ik die bal tegenhouden, bro? Sophie is gewoon een slechte keeper. Ja. Goeie conclusie. Volgende challenge. De Gong Challenge. Degene die hem als eerste raakt, heeft gewonnen. Er is geen gelijkmakende beurt of dat soort dingen. Daarom doen we steen, papier, schaar. Wie er mag beginnen? Steen, papier, schaar. 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 Ryan mag beginnen. Als hij hem nu raakt, is het gelijk finito. Deze gaat 100% erin. Oké. Die gaat erin. Deze gaat er 100% in. Ik zeg het elke keer, maar deze gaat echt in. Deze gaat met links. Dus normaal gezien direct op. Wacht, dus met rechts lukt het niet? Ga je nu met links doen? Ja. Oké. Okay. Nu gaan we terug naar rechts. Links is gewoon moeilijkheden. Oh ja, ja, ja. Het geluid van de gong wil ik horen. Zonder te kijken kan ik weten of je scoort. De lat. Paul. Oh, Paul hoor ik net. Ja!
Hoort dit geluid hoor? Dit geluid ga je vanavond nog in je nachtmerries horen. Nee, want ik ga winnen. Je gaat zien. Ik ga terugkomen. Dit wordt de penalty challenge. Allebei 3 pogingen om bij mij, de beste keeper van de wereld, op Buffon na te scoren. Steen, papier, schaar, wie er gaat beginnen. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Hé, nul. Hey, ik heb geluk. Ja, ja. Oeh. Weet als je Panenka hebt gezegd, ik blijf sowieso staan. Hè? Ja, ja. Oh, geluk. Zoveel geluk. Gewoon een goede plaats. Dat is geen geluk. Ace, ik glij de hele tijd weg hier, man. Ik moet zeggen, best wel matige penalties. Ik bedoel, jij hebt gewoon 1 keer geraakt. 1 keer met geluk via de binnenkant Oezo, van de paal. Ik trap altijd zo. Nee, je hebt echt goed gedaan. Maar je hebt wel geluk gehad dat hij 2 keer is uitgegleden. En je hebt mij 1 keer gezegd, je moet die kant op gaan duiken. En dat was nog de goede kant. Dat is niet mijn probleem. Hij heeft helemaal gelijk. Deze challenge gaat naar de one and only Ryan Bonita. Tuurlijk. Niet Kluivert, maar Bonita. Ik zeg eerlijk, ik ben goed in vrije trappen. Op FIFA. En jij bent ook goed in vrije trappen. Op FIFA. Nu is het real life. Allebei 3 pogingen. Ik ga op goal. Steen, papier, schaar, wie er gaat beginnen. Steen, papier, schaar. Got you. Got you. Oh! Man down. Man down. Ik sta erbij en kijk ernaar. Ik ga niks zeggen, hè? Anders kan het nog gebeuren, toch? Ja? Je bent niet zeker van je zaak? Nee. Nooit. Hij is niet zeker van zijn zaak. Dan moet het. Nee. Nee? Nee, altijd aan het einde kan je praten wat je wil. Maar. Dus je blijft rustig. Ik blijf rustig. Maar van binnen ga je kapot, hè? Ja. Ik ben blij, eerlijk gezegd. Eerlijk gezegd wel. De drone challenge. Zie je deze drone? Die gaat de lucht in. En als hij in de lucht is, gaat Tron wie hem als eerste naar beneden houdt. Steen, papier, schaar. Wie er gaat beginnen? Steen, papier, schaar. Oeh, jij. Ryan gaat beginnen. Ik weet niet, man. Huh? Iets is naar beneden gevallen. Je wordt er stil van. Ja, man. Maar man. Ik praat nog steeds niet. Waarom niet? Ik kan gelijk spelen. Nog. Of verliezen. Als er nog ligt aan. Maar ja, alles kan nog gebeuren. Hoeveel staat het in challenges? 4. Voor jou? Ja. En voor jou? Ik denk 2. Wat we nu gaan doen, is dribbelen 1-op-1. Ik ben de keeper, ik gooi hem op iemand. De ander is de verdediger, je moet proberen te dribbelen. Je mag ook van tevoren schieten, je krijgt 3 kansen. Elke doelpunt telt voor een punt. Dus als hij de 3 maakt en jij niet, heeft hij alsnog gewonnen. Alles is nog mogelijk. Steen, papier, schaar, wie er mag beginnen. Degene die wint, mag kiezen wie er mag beginnen met schieten. Steen, papier, schaar, ik begin. Staat 4-3.
Als Shane nu scoort, is het afgelopen. Het was spannend, maar er kan maar één de winnaar zijn. En dat is Shane Kluivert. Het was een nipte overwinning, maar uiteindelijk een verdiende overwinning. Ryan, wat heb je te zeggen tegen Shane? Zeker, hij verdient het, ja. Gefeliciteerd. Ik kan wel één ding zeggen, het was heel moeilijk om te battelen tegen je. Maar uiteindelijk ja, kan maar één winnaar zijn. En dat is deze keer ik. Maar volgende keer is het vast wel jou. Of misschien weer ik. Maar wie weet. Ik denk wel dat iedereen zin heeft in een feestje. Laten we afsluiten met een leuke battle. Jullie gaan gewoon lekker panna spelen tegen elkaar. Goed idee? Ja. Oké. Maar dat zie je pas de volgende keer.